Die zit ik bij Gianni Linkan. Gianni, je hebt een fantastisch orkest. Je bent een DVD aan het opnemen vandaag. Je hebt geweldige muzikanten. Wie zit er naast jou hier links? Ja, links. Zal ik Gussie voorstellen. Ja. Gussie Resmeves, mijn lieve bassist. Hè? Hoe lang speel je al contrabas? Minimaal 15 jaar ongeveer. Van... Ook andere instrumenten gespeeld? Ja, van tevoren heb ik viool en altviool gestudeerd. Ja. Dus ja. Heb je het naar je zin bij Gianni? Ja, zeker. Wij spelen al lang samen. Zijn we vrienden, echt. Deze meneer komt uit België. Zegt uw naam even. Ja, Janusz Kikeń uit Brussel. Ja. U speelt fantastisch gitaar, maar dat is niet het enigste, hè? Want als er mensen die een beetje naar YouTube kijken, komen u vaak tegen, hè? Ja, ik heb geen veel videoclip in YouTube. Ja. Ja. Maar niet alleen maar gitaar heb ik gezien. Ja, gitaar ook met een beetje cymbal, maar ja. meer gitaar. En hier is de violist. Violist komt uit Den Haag. Stel je even voor. Wat wil je horen van mij? Ik wil je naam horen. Ik ben een Toto Slakatos. Ja. Uit Den Haag. Hoe lang speel jij al viool? Heel je leven al, als kind al? Oh, ja. Vanaf 6 jaar, ja. Ik ben een beetje jonger geworden, 56. Ja. Dat is bijna 50 jaar. Hoe lang zit je al bij het orkest van Gianni? Al 9 jaar. Okay. Je maakt ook violen, je repareert violen of maak je ze? Wat doe je daarmee? Ja, af en toe ik maak 1, 2, niet zoveel. De laatste 10 jaar heb ik niet zoveel tijd voor maken, de viool. Ik ben bezig van die muziek, weet je. Ja. Maar wanneer ik heb een beetje tijd, altijd probeer iets opbouw van mijn nieuwe instrumenten, maar meer reparatie. En viool is dus jouw leven? Ja, natuurlijk. Hier zit ik bij iemand die speelt viool en voornamelijk altviool, hè? Hoe gaat het? Ja, goed, dank u. Ja. Altviool lijkt heel simpel, hè? Het is op zijn Transylvanisch, maar dat is het niet, hè? Nee, beter Hongaars. Ja. Je komt uit Hongarije? Ik kom uit Hongarije, ja. Uit welke streek? Uit Budapest. Ja. Zeg even in het Hongaars tegen Gianni hoe fantastisch je het bij hem vindt om met hem te spelen. Op Hongaars? Ja, kijk maar naar. Gianni kan. Nadjon, je wil het. Nadjon, maak tegen. Ja, ik heb hem gezegd. Alles goed. Wat zei hij nou? Hongaarse taal, ja, ik begrijp nog niet, hè. Heb ik nog niet geleerd, maar ik vind het leuk. Maakt niet uit wat je geeft, maar ik vind het prima. Goed. Oh, dat is wat zegt dit Tommy, dat is Hongaarse taal. Dan zeg ik feliciteren, ik hoop dat die God altijd helpt jouw hand. Zo mooi en snel worden, als altijd. Maar nu ben je ook rustig spelen, Gianni. Met echt een beetje romance, alles. Nu Gianni is alles weet. Dat is samen veel gespeeld. En nu alle soorten muziek, 100%. Gianni, we gaan straks de DVD opnemen. Hè? We gaan alle spullen klaarzetten, gaan repeteren. Waar is die DVD voor? Die is voor YouTube en Facebook, zeg het eens allemaal. Ja, normaal afgesproken zijn we wel geschikt voor YouTube, voor Facebook, voor alles, weet je. Dus is wel best voor promotie, hoor. Om te laten zien dat wij kunnen wel heel goed spelen. En wat is het genre? Hè? We gaan 4 nummers doen. Wat is het genre? Normaal afgesproken, dus mijn doel was om te laten zien en horen. Dus dat wij kunnen wel Roemeens, Hongaars, Russisch, prachtige mooie arrangementen. Technisch, virtuoos, een beetje van alles. We willen laten zien. Toe maar, heel Europa komt langs. Heren, ik wens jullie succes. Dank u wel.